Ik ben Arjen van Dam van ICT Group en ik werk in de unit Water en Infrastructuur. De core business van ICT Group, hè, de naam zegt, is heel breed, maar wij hebben marktunits. En een van die marktunits is Water en Infrastructuur, maar de rode draad is: het moet gaan om automatisering. Dat is de rode draad van ons bedrijf en dan met name industriële technische automatisering. Wij hebben op de Waterinfodag hebben wij een stand en om 3:15 geven wij een presentatie. En die presentatie gaat over de informatiearchitectuur die je hebt in het waterbedrijf en de waarde die je daaruit kan halen eigenlijk, hè? De goudmijntjes. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat wij voor het bedrijf BAM hebben wij data van gemalen onderzocht om voor de BAM het onderhoud van de gemalen te optimaliseren. Dus niet onnodig voor een storing eruit hoeven gaan, lifecycle stretching, maar wat er nog meer uitkwam uit de data. De data is verrijkt met meteodata waaruit bleek dat een hemelwatergemaal aangesloten was op een vuilwatersysteem. Dus het gemaal ging ook aan als het niet regende. En dat werd geconstateerd door de data te combineren met meteo-informatie. Dat betekent, als dat niet geconstateerd was, dan ging dat gemaal veel eerder stuk en gebruikt veel meer energie. Dus door die data toe te gaan passen, kan je heel eenvoudig een asset management tool bouwen die je helpt om jouw assets beter te beheren. En hier komen de waterspelers van Nederland, van de overheid. Het is enerzijds toetsing van: snap ik nog steeds waar ik mee bezig ben? Bieden wij nog steeds de waarde die nodig is? En bieden wij die waarde die in de toekomst nodig is? En dat zijn hele interessante gesprekken. En natuurlijk kom je ook veel bekender nog tegen. Dus het is gewoon weer een topdag geweest.